Omdat we de mensen ook een beetje warm moeten maken voor het fluithappen wat er straks aankomt. Dan krijgen ze vanzelf de spirit. Eventjes nog over koffie. Ik voel toch een link met Ardesco, met het strijkorkest. Namelijk, het strijkorkest heeft geen dirigent. En jullie hebben, ja, al ga ik wel weer met jou praten, Abel, maar dat hoeft helemaal niet. Maar jullie hebben ook niet echt een bandleider, of wel? Nou, muzikaal, zeg maar, net Fountain cued heel veel. Ja. Maar dus het is zeer belangrijk, als Fountain dat niet zou doen, dan zouden we echt een grote soep zijn. Gitarist, dus ja. Ja, gitarist. Dus dat is wel zeer belangrijk. Muzikaal doen we het wel allemaal samen, maar Fountain is eigenlijk wel de enige die de structuur in zijn hoofd heeft voor de rest. Maar wacht eens even. Steven, kom jij eens eventjes bij hier. Steven is van de percussie. Toch denk ik niet onbelangrijk, tenminste, ik zie hier zijn achternaam, Brezet. Klopt. En zo heette het ook. Ja, nee, het nummer begon eigenlijk met een break. En ik speel ook veel Afrikaanse muziek. En toen vanuit die break zijn we het nummer eigenlijk gaan maken. En toen zeiden ze, ja, waarom niet Brezet eigenlijk? Dat is behoorlijke eigen geilerij inderdaad, om je gewoon een stukje eigen naam te geven, of niet? Ik zei, het hoeft niet, maar ja. Hey. Maar dan had je dus eigenlijk, hadden we het gewoon Schutrups moeten noemen. Kan ook, ja, maar ja, Brezet. Ah nee, dat is flauw. Zo heet namelijk Steven. Ik vind Brezet, hoe kom je erbij? Want dat is een soort artiestennaam. Ja, ook, maar ook mijn moeder, weet je, die eer me toen ook. Ah, ja. Okay. Even, want er komt een cd aan, hè. Wat kunnen we verwachten? Hoe heet de cd bijvoorbeeld? Nou, de cd A Lady heet die. En eigenlijk voor mij als percussionist is het gewoon heel veel grooves en dan eigenlijk vul ik de drummer aan, zeg maar, waardoor het echt gaat swingen. En dat je net dit extra, zeg maar, geeft. Waardoor mensen ook gaan dansen bijvoorbeeld. Want vaak zie je alleen drums, maar als je dan toch percussie erbij hebt en wat kleuren, dan ben je eerder geneigd om echt te gaan dansen. En dat probeer ik te doen. Maar ik vraag me af, want ja, jullie kunnen de wereld plat spelen, maar misschien ook Nederland. Wat zijn de doelen, Abe? Wat willen jullie graag bereiken?
Nou, we willen er wel graag Europa in. Ja. En, we zijn ik bedoel, sta je liever op Lowlands of sta je liever door het uitverkocht concertgebouw? Zo. Nou, we stonden trouwens laatst in het concertgebouw, hè? Ja. Maar mochten mensen dan wel staan? Want neem ik aan niet. Ja, deze wel. En er werd zo ook gedanst. Ja, oké. Okay. Maar de Lowlands had... Wat zeg je? Je wilt alle twee, ja. Ja, tuurlijk. Ja, dat is waar. Zo dadelijk nog meer koffie. Maar eerst, het is de tijd voor...